Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Vandaag gaan we naar de vuurwerkwinkel, zoals beloofd. We zijn al een tijdje wakker, we hebben ook al ontbeten. Maar die shots laat ik jullie nu zien. Voor het hotel valt het wel een beetje tegen. Want je hebt geen broodjes of zo. Als je die kant even opfilmt. Zo ziet de lounge eruit van het hotel. We hebben beloofd om zo meteen langs de vuurwerkwinkels te gaan. Want je hebt meerdere winkels die hier bij elkaar zitten. En daarom gaan we even kijken wat ze daar hebben bij de nieuwe winkels. Maar we gaan eerst naar de winkel waar we gisteren heel eventjes waren. Om gewoon nog even te kijken bij de producten, wat beter in te zoomen, wat ze allemaal hebben en zo. En dan kunnen jullie dat ook zien. Vandaag, want we hebben beloofd van dit keer wat meer te stoken. Aangezien we vorige week, zoals jullie hebben kunnen zien, wilden we stoken. Maar helaas, het was te mooi weer waardoor iedereen in die buitengebieden liep. Dus dat ging helaas niet door. Maar vandaag gaan we zeker stoken. En er komen ook nog stookvideo's aan. Maar al met al, ik zeg eerlijk, het is hier wel nice. Maar misschien qua vuurwerk is het misschien beter op de andere plekken waar we meestal komen. Maar ja, die conclusie kunnen we nog niet heel erg trekken. Aangezien we, ja, nog ineens vier, ja, we zijn nu hier in 24 uur. Maar ja, jongens, moet je kijken, gek. Mijn plasma stick, ook meegenomen natuurlijk. In het vliegtuig. Ging gewoon. Deze is echt ziek. Gebruiken we straks voor het stoken. We hebben de shakies bij ons. Aircootje staat aan. Ik zou zeggen, we moeten zo even naar de winkel gaan, man. Let's go. Daar zijn we weer. Zoals ik al zei, een mooi gebouw. We gaan onze auto in, die we gehuurd hebben. Hé, hey, het is wel wat minder warm, man, volgens mij. Nou. Niet dan? Het is nog vroeg. Weet je wat ook raar is? We hebben navraag gedaan, ook met de vuurwerkwinkel. En wat blijkt, je mag gewoon hier tot 10 kilo vuurwerk afsteken. Buiten oud en nieuw. En, ja, alhoewel, maar gisteren dus, en dat zagen jullie in de andere video. Ja, we willen dus niet mensen tot last zijn. En daarom gingen we vorige week gewoon weg. Hebben we nu nog achterin liggen, dus dat doen we wel op een later momentje. Komt goed. We reden nu echt om de hoek bij die vuurwerkwinkel. En achter mij zit iemand op mijn range, jongen. Maar in ieder geval, we rijden nu naar de straat waar die vuurwerkwinkel zit. Hij zit hier om de hoek, toch? Links? Ja, man. Echt bizar. Weet je wat het is? Kijk, normaal gesproken gaan we naar Polen en zo. Maar dan zijn het markten. Kijk, en nu rijden we gewoon echt naar winkels. Oh, we zijn nog niet. Nee, we zijn nog niet. Ik moet even hier naar links. Ik zag hem net wel al vanaf die weg zitten. Kijk, nooit hier geweest. Pas op. Gaat hij dan? Hoop op het beste, man, want we zien van buiten nergens vuurwerk staan ofzo. Ja, jij zegt tegen mij, kijk vuurwerk. Ja, volgens mij, ik wil niet veel zeggen, maar dat bordje staat volgens mij geen vuurwerk op. Goed, luister, dat gaan we zien. Let maar op mijn woord dat dat vuurwerk is, man. Nee. Dit ziet er niet uit als een winkel. Kijk wat er boven staat, iets in een kapper of zo. Ik weet niet wat je allemaal zegt. We hebben opgelicht dan, joh. Waar is dat bord? Zo fucking gelukkig. Wacht even. We waren echt heel erg aan het zoeken waar je precies die winkel had. Maar gelukkig hebben we hem nu wel gevonden. Laten we maar naar binnen gaan, man. Een aantal leuke cakeys. Allemaal nieuwe dingen die we ook nog niet kennen. Welk merk het is, weet ik niet. Moet je kijken. Hier zijn de knallers. Exploder 5. Torpedo hebben we al gehaald natuurlijk. Zie je er wel bij leuk, zie je er wat leuks bij zitten? Ja. Oh, hier heb je ook nog, joh, kleine dingen. Ja, ze hebben niet heel veel, maar... Nee, daarachter wel, man. Kijk maar. Zo grappig spul. Ze hebben hier dus overal buizen, maar ze verkopen het niet. Kom, ik kijk hier lekker. Ja, man. Oh, dat is waarschijnlijk voor shows ook. Ja. Nou ja, dit soort producten heb je dus hier. Schietsystemen kan je kopen. Bij ons is het allemaal een probleem. Ze zeggen allemaal als er een vuurtje bij komt, ben je de sjaak, maar... Aangekomen bij de volgende. Ja, volgens Google Maps. Althans. Volgens Google Maps zit hier een vuurwerkwinkel. Aan het einde van de straat. Het is elke keer maar zoeken, maar ja, er zitten best wel veel vuurwerkwinkels hier in de buurt. Ik zeg je eerlijk, waar we net waren ook. Al was dat nou niet een hele goede... Ja, het was wel echt een teringzooi daar ook, man. Of echt een rotzooi. Zo, ja. Mooi. Er stonden gewoon PC's en shit. Ja, snap je. Maar ja, we gaan dus nu naar de tweede. En ik net als laatste naar diegene gaan waar we vorige keer ook waren.
Kijk, hier zo, naast Babor, zie je hier een vuurwerkwinkel. Zo, dat is een vuurwerkwinkel. Kijk maar naar het vuurwerk daar. Maar als je daar kijkt, naast Babor, dan zie je dat hier helemaal geen gebouwen meer zijn. Het is gewoon gesloopt. Ze hebben hier iets gesloopt. Je ziet er wel nog wat restanten van. Precies. Stout op. Dus dan gaan we naar die andere winkel, man. Oh, jongens. En bij deze winkel, die staat er nog wel gelukkig. Dus het is ook een feestwinkel met helium en andere dingen. Ik weet niet of jullie het goed nu kunnen zien, maar ik zal even uit de zon lopen. Kijk, heel veel Panta. Je ziet meer ons dan... We gaan maar weer even naar binnen, man. Zo, zijn niet de enige. En inslaan, zo echt, hè. Tering. Niet de enige, gek. Gaan we naar binnen, man. We zijn dus nu in de vuurwerkwinkel waar we dus vorige keer ook waren. Ik zal jullie nu even uitgebreid meenemen. Alles staat hier in kronen, in Tsjechische kronen, qua prijzen. Maar ik zeg je eerlijk, het gevoel hier is net als bijvoorbeeld bij België, man, jij. Ja. Gewoon echt die winkels in en gewoon uitzoeken, maar met prijzen erbij. Alleen hier kan je het echt wel zelf pakken, want dit is het echte vuurwerk. Ja, dit zijn geen dummies of zo. Dat is wel het echte verschil, zijn echt zwaar, bro. Ik laat het elke prijskaartje wel, man. Je sloopt ook alles, hè? Zo. Nou, in ieder geval, hier heb je heel veel van Panta, zoals je kan zien. Met Ruben ooit in Tsjechië ook heel veel gedaan. Voor mij had ik deze toen met hem gehad. De Tembora had ik. En dit is ook wel lachen, want dit lijkt een beetje op de mots van zee. Ja, het zijn gewoon mots. Maar dan... Moet je eigenlijk meerdere van halen. Ja, klopt. Heel licht, maar wel echt lijp. Trouwens, hebben we ook zo'n pakje genomen? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, deze hebben we ook nog. Tunne Kings. Heb je een beetje... Ja, wat dit is, weet ik ook niet. Check. Het zijn mines. Mines, ja. Niet echt de moeite waard om te halen, vind ik. In ieder geval. Hier... Maar deze mogen wel Nederland trouwens staan. Ja, goed is. Als er een Nederlands tekst is. Dit valt niet onder knal. Als er een Nederlands tekst op zou staan. Weet je. Nee, klopt, maar deze heb je in Nederland ook. Een beetje de Jorgen product. Die zie je af en toe ook terug, maar voornamelijk Panta, zoals jullie kunnen zien. Echt, ze hebben heel die Panta alleen hier. Ook die grote fonteinen natuurlijk. Moet je zien, kijk. Jezus. De alweer. Echt, oh, doe je dit echt al nummer 3. Ik weet niet waar die is. Jezus. Ja, tuurlijk. Ja joh, die andere er ook al. Oh, dat is echt erg, man. Ga die oude hoeren, gek. Grotere en kleine. Romeinse kaarsen. Waarbij gewoon dit pakje in Nederland dus al illegaal is. Besef dat. Ja. Echt bizar, man. Nou, hier grotere. Het lijkt een beetje op de bazooka in Nederland, weet je? Ken je die bazooka? Ja. Aha, ja, dit mag dan weer wel, volgens mij. Dit valt onder andere categorie. Waar mag dat? In Nederland? Dit valt volgens mij niet onder Romeinse... Of nee, wel, nee, mag... nee, deze mag ook niet dan. Jawel, in Nederland mag deze, man. Bazooka. Oh, jawel. Ja, tuurlijk. Die hadden ze nog bij Haalkan ook. Ja, F2. Ja, tuurlijk. Die had je bij Haalkan. Deze zou in principe ook mogen. Niet meer, hè? Want dit, ja. Jawel, want dit valt niet ook onder een... Oh nee, ja, nee, nu inderdaad niet, nee. Nee, lastig. Kijk, Shellbuizen voor de sier, maar ze verkopen het dus niet. Nou, die hebben we ook genomen, hebben jullie in een eerdere video kunnen zien, de vorige vlog. JR101 pijlen. Kom maar mee. Knallers. En zoals jullie kunnen zien, alles is F2 of 3. Dus het is echt over in dit soort landen met zwaarder. Oh ja, pijlen. Ja. Ja, ze staan een beetje verstopt hierachter. Ja, die zijn dus in Nederland ook weg dit jaar. Ja. Die gaan we niet meer zien. Dat is echt bizar. Ja man, helaas ook. Want die zijn echt mooi. De Pooping Dog. Oh, dit is wel grappig als we die erbij hadden gedaan, man. Pooping Dog. De ramen. Je hebt een tasje bij je. En hier hebben we... Kijken, welke was dat? Ik ben wel heel erg benieuwd naar dit. Ja, man, zeker. Bij de rest van de collectie. Zo, leggen we even netjes neer. Kijk, nou, wel mooie dingen, dit. Ja, ik ben erg benieuwd, man. Pyromoravia. 25 shots, ik vind het echt een mooie afbeelding. Hoeveel gram zit erin, eigenlijk? 500 gram? Wel F2, man. Ja, 500. Dat is 500 grams. 4,45. Ja, dus 500 gram. Ik ben wel benieuwd naar deze, man. Even Insta-story maken en dan kunnen we er vandoor, man. Heel tasje, maar eigenlijk niet zo heel boeiende shit, maar... Nee. Het is gewoon eigenlijk meer een beetje om te laten zien van joh, kijk, dit is er.
En, ja, klopt. De tijden dat we echt een hele kofferbak vol hadden, dat doen we niet hier, weet je. Maar ook bij deze Lidl hebben ze de Renootjes en Artis al klaarstaan. Nee, joh, grapje jongens. We gaan even snel wat eten halen hier. JR101. Ik hoop dat hij de lucht in gaat. Ja. Nog eentje. Oh, what the fuck? Waar gaat hij heen, gek? Ja. Hey. Hele stress hier zo. Wat doe je van? Die is rood. Gelukkig wel. Ja. Mooi. Zo. Die kleine dingen zijn hard, man. Megatresk. Dat was hem. Yes jongens, we staan op locatie. We gaan deze zo meteen doen. En de andere spullen die we nog hebben. Yes jongens, op dit moment is het alweer de volgende dag. Ik zat net op mijn laptop te kijken en wat blijkt, ik had de video nog helemaal niet afgesloten of iets. We zijn veel wezen stoken ook na het shoppen. Ik zie jullie weer bij de volgende video, volgende week. Later.